Welkom bij de eerste aflevering van Waarom Sjen maar Reizen. In deze weken maak ik elke dag een heerlijk gerucht. En al die geruchten bij mekaar van deze weken, binnen op het eind van de weken, een fantastisch kriesdiner. En elke keer heb ik een speciale gast. En wie is dat? Femke Kok. Femke is de sportieve roos in de knop. Geweldig wat ze in 2020 dien had. En mijn hart ging te eten zien. Hoi, nou, hoe is het? Even aantikken. Zo, nou, goed. En ja? Wij daar ik? Prima. Super. Heeft een geweldige achternaam, hè? Ja, Femke Kok. Ja, viel ik me groot bij. We gaan je iets lekkers op het menu staan. En ja, dat is het eerste gerucht van een machtig kriesdiner. Want dat wordt echt fantastisch. En dat is salm. Ja, gesjoen. Ja? Ja. Want er zit een goede olie in, hè? Zeker, ja. Viskvetten, hè? Ja. Is het een soort vis of net? Ja, ik probeer sowieso twee keer of één keer in de week wel vis te eten. Oké. Okay. Ja. Een keer vegetarisch? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ja, dus gewoon een oude wisseling. Een flexitariër. Ja, ja. We gaan een heel mooi bonbonsje van salm, want dat gaan we ervan maken. Dan hebben we die salm beneden, een appeltje, avocado. Er komen lekkere waardgarnaaltjes in. Ik heel erg lekker. En destiert voor jou een heerlijke limoenmayonaise. Oké. Okay. Twee lepel Griekse yoghurt, een beetje mayonaise, twee lepel. En dan een rasp van die limoen. Als je dat nou dorst, dan snij ik alvast eventjes lekker de tomaat. Is goed. Ja? Nou, geef het wel. Geef eens even los. Ja. Even een leuk kriesdiner, maatje. Zo. Ja, wat heste toch een hier gewoon het vangen. Ja, het weer een mooie hier. Mooie wedstrijden rijden en mooie prestaties. Dus daar ben je ook heel tevreden over waarom. Ja, hè? En die prestaties winnen vooral het verbeteren. Senioren, zit je nou in de seniorengroep? Ja. Inmiddels zit ik nu bij de senioren. Maar toen vorig jaar mijn wedstrijden reed, wie ik nog junior. Terijen, brood, de koos. Ja, klopt. Ik heb twee keer het wereldrecord junioren op de 500 meter verbeteren. En één keer in Tialf en één keer in Salt Lake. Yeah. Dus dat was hartstikke mooi. En toen riet ik een keer het NK Sprint, mocht ik toen meedoen bij de senioren. En toen het aantal punten, wat je dan haal je aan het einde van dat weekend, dat was ik een wereldrecord voor junioren. Dus dat was heel mooi mijn naam. En dat voor het eerste jaar en dan zulke records rieten. Geweldig, ja, man. Ja, dat was wel mooi. Hey, en hoe zit het met de kriesdagen? Wist dan ik vrij of nee? Nee, dan zit ik helaas in een hotel. Dan hebben we alweer een andere belangrijke wedstrijd. Dus dat wordt net een hele gezellige kries. Je hebt altijd misschien voor het team een bonbon van Salmite. Dat is wel een leuke wedstrijd. Ja. Goed zo. Nou, ik snij even die tomaatjes en dan hek dat vlees van die tomaatjes, dat hel ik er even uit. Want anders dan wordt het zo papperig erin. Ja. En dus dat is eigenlijk heel even. Je kerst moet bewaren voor in de shoot te dwaan. Dat is natuurlijk heel erg lekker. Nou, dan doe ik er even een avocado bij. Die broekstuk was avocado. Ja, ja, dat vind ik altijd wel lekker. Er zit een trucje bij, hè? Even zien. Als dan avocado is, dan schuurt van hoe kerst nu zien dat die riep is. Dan doe je het zo. Pak ze even die tommen en die drukst eventjes hier. Zie je, zit de stal, het de stal zitten, het er onder de beam hangt. Okay. En dan drukst daar eventjes maar die tommen in. Zo, hier even indrukken. Zo. Zie, en dan komt er een liets kuultje in, juist hoor. En als er een liets kuultje in komt. Dan is je riep. Okay, dus als je net indrukken kerst, dan is je nog keihard, dan is je net lekker. Okay. Dus dan moet gewoon eventjes mooi riep wezen. Dan zet het mes zo in en dan drukt dat mes tot aan die pit. Er zit een hele dikke pit in en dan draait het maar om. En dan moet je proberen die op die pit te bloeien. Zo. Helemaal rondom, zo. Helemaal rondom. Dan pak je hem zo. Laat die hoorn, laat de bob op en dan doet mijn slag. En je? Dat is een mooie. Ja, is een mooie, hè? Ja. Mooie kleur. Nou, en dan pak je deze pit eruit. Hup, pit eruit. Nou, hij ze me vertellen, litten, dat dit nog wel in het water zetten kerst en dat er wel nog wel een BMQ komt. Dat loopt wel. Hè? Nou, zo is even geen Femke. Ik wil eigenlijk wel eens even weten, was er eigenlijk nog meer bij de Einhest dan alleen maar reedrijden? Wat ik nog meer bij de heb? Nou, ik heb mijn VWO-diploma, Helle. Ja.
En toen meteen daarna heb ik een tussenier naam, yeah. Omdat ik wel even kleren weer mee squal eigenlijk. Oké. Okay. En ja, dat pakte natuurlijk heel goed uit, want yeah. De wedstrijden die gingen heel goed. Ja. Yeah. En toen ben ik Auron Ewing Wop begonnen aan een studie bedrijfskunde aan de Universiteit van Grace. Oké. Okay. Alleen dat wie toch krijg iets te hoog gegrepen. Het kostte gewoon te volle moeite en tijd. Dus, om het te combineren met die sport. Ja, dat voel eigenlijk net. Nee, dat wie eigenlijk net het waan. Ja. Dus ja, daar ben ik nou inmiddels, ik ben mij gestopt. Oké, okay. En Pax, de hest dus nou gewoon een andere studie nog bij het einde? Nee, ik heb nog niks meer nice. Nog niks en nice. Gist dat wat waan of nee? Ja, ik wil waarschijnlijk wel weer wat erbij doen, omdat ik het wel leuk vind om nog iets oors te leren, de nest. Yeah. Dus okay. Ik ben nog op ziek. Oké. Okay. Ja, hey, maar iets wat beter te combineren valt. Ja. Ja. Is er nou iets wat als sporter beslist net hem meest, wat eten betreft? Nou, in principe bij mij gewoon alles eten natuurlijk. Maar het is wel belangrijk om gewoon goed op die voeding te letten. Ja. Het mag natuurlijk wel gezond wezen. En zo en dan is iets ongezond, dat is ik echt net erg. Nee. Maar je bent wel volle bezig met je voeding natuurlijk. Oké. Okay. En dat vind ik wel leuk, want dan leer je weer eens naar je recepten of zo. Ja, dus, precies, precies. Ja, ik vind het altijd wel leuk om met eten bezig te wezen. Ik schiel even een appeltje. Ja, super. En ik heb een heel mooi machientje voor, maar ze zijn misschien. Zie, die zet er zo op. Dan zeg ik die zo deel, dan komt die zo, hup. En dan draai ik hem zo, misschien. Zie. Maar ze zijn misschien. Jeetje, dat ging mooi. En als ik handig van stoofparken zo'n ding, super om zo'n dingetje thuis te hebben. Een simpel machientje en het werkt perfect. Ik snij eventjes de appeltjes. En als er nog aan die saus even troon is, Femke, dan kennen we het bonbonsje alweer uitmaken, want dan zit vast alles erin. Dus eerst de appel eventjes in plakjes snijden. Zo. Oké. Okay. Door pers die zie je limoen ook even in het pers, hè? Hartstikke goed. Ik heb een goede assistent, Joertje, blinder. Zo, in blokjes. Zo. Die kan erbij. Nou, ik heb nog een paar garnaaltjes. Die doen we er toch. Mooie waardgarnaaltjes. Dit mengen we even. En als er nou die saus kleert, dan heb ik de bonbonvulling al kleer. Ik heb hem bijna kleer, hè? Sorry. Zo, nee, dat kost hartstikke goed. Zo. Zo. Hele beetje zout en peper erop. Ik ken altijd een, wat met die salm is ik zout, hè? Denk erom. Zo. Nou, Femke. Giet het zo goed? Ja, of, het giet hartstikke goed. We rieren hem terug. Ja, zo. Zit er wel goed in? Ja, het zit er hartstikke goed in. Nou. Proef maar even, was er van vies. Het mag wat fris zijn, hè? Ja, ik vind het lekker. Ja, lekker, hè? Ja. Lepel erin. Die geven we erin, maar die mengen we terug. En dan maak je het bonbonsje af. En als dat ik nou in dat Femke. Zo. Okay. Als je even een doekje over die tafel in de als het light hebt. Laat even een veldje plastic erop. En nou komt hij. Dan pakken we de zalm. En ik lees het even op die del, als het goed viest. Ja. Zo. Zo. En dan nemen we zo. En dan nog een plakje. Daar komt hij. Zo. Derde. Mooi voor jou, Frans. Ja, deze moet er even aan. Dus ik krijg even wat te vol, het wordt wat te dik. Oké. Okay. Zo. Even zien, zo is goed. Pak ik deze eventjes. Dan krijgen we dat even een simultaan even together, eventjes maatje. Dat is leuk natuurlijk. Ja. En heel, dus heel makkelijk te maatje, want dan kun je van tevoren zeker wel in de... Een nachtkentel in de koelkast lezen, geen enkel probleem. Dit rieren we terug. Mm-hmm. Hier hebben we lekker garnaaltjes en avocado en die appeltjes en tomaat. Misschien een hele lekkere salade. Zoals ik een cocktailtje van mij te kennen. Wij doen hier een bonbonsje. Ik doe eventjes in je lepeltje erin. Maar nog een beetje, dat maar stoel ik ervan. Tje. Ja. Pak die kant erbij en die kant erbij. En die. En die. Dan draait hem zo op. Zit zo. Bij me, Kortman. En draaien.
Nou, dan kist het gewoon sa, thuis, in de koekers lezen. En als het dan jongens nodig is voor het kriesdiner, pak ze het uit de koekers bij. Ja. Er komt een komkommerke op. Die snijden we in mooie tinnen plakjes. Die komkommer die heb ik natuurlijk worstel. Zo. Dan pak ik even een beetje slaat. Tje, pak ook dat binnenste van die slaat. Tje. Krijg er maar even wat uit, Femke. Tje, hier, zal ik hier even delen? Ja. Nou, oké, naast nog een paar meer maatjes, is het wel. We hebben nog, maar het recept is ik voor vier personen. Hè. En wij maatjes het nou eerst even voor twee. Als er die sla erop laat, is, ik doe het vast voor. Hè. Maar tje, dan draai ik hem hier. Pak je dat bonbonsje. He, als dat in de koelkastlijn hebt, dan is het natuurlijk krek eventjes wat steviger. En die laat ik gewoon zo. Erop. In de midden op, zo. Oké. Okay. En dan komt erbij een beetje saus zelfs. Zo, dan veeg ik er nog een beetje saus op. Doe ik altijd even een drupje. Ik ga neer eventjes mijn lietstikje ai. Die lees ik daar even bovenop. Want ai en zalm is een lekkere combinatie. Takje dille erbij. Nou. Het ziet er wel mooi uit. Hoe vies dit? Zo. Als in de midden, zo. Ja. Die erop. Lees maar op. Zal ik hem erop lezen? Ja. Super mooi. Hebben we dit even fixed together? Ja. Dat mooi. Dacht ik. Morgen hebben we weer een fantastisch gerucht. En dan is ons gast Stefan van der Paal. Wij gaan hier naar tafel. Ja, is het mooi? Leuk. Tja, de tafel is dicht. Nou, ja. Zullen we dan eens even proosten op het jaar 2021? Ja. Want 2020 weer fantastisch. Ja. Lekker niet, hè? Ja, doe ik. Nou, bonbonsje van zalm.